Met winst of verlies nog stevig in de benen moesten alle lijsttrekkers gelijk weer aan de bak op bezoek bij de burgemeester om daar hun wensen rond de collegevorming neer te leggen. Waarbij de Partij van de Arbeid zelf laat weten de komende 4 jaar oppositie te zullen gaan voeren. Daar waar de Amsterdamse lijsttrekker Hilhorst vanochtend opstapte na het verlies in zijn stad, gaat de lijsttrekker Karakous door, zegt hij. Dat is een keuze aan Hilhorst uiteraard, dat moet je ook respecteren. Ja, heeft u ook al een keuze gemaakt? Nou, de keuze is dat ik op dit moment blijf. Grote winnaar Leefbaar Rotterdam had er vanochtend zin aan. Voor lijsttrekker Eertmans was het snel naar de burgemeester. We moeten gewoon eerst eens even met de burgemeester onze duiding geven. En dan vervolgens kijken hoe andere partijen het zien. Verkenner aan de slag. En dan zul je op een gegeven moment gaan zien wat mogelijkheden zijn. Een coalitie met Leefbaar Rotterdam en de SP in zo'nzelfde coalitie is wat u betreft niet onmogelijk? Nee, niet onmogelijk. Wij gaan er niet op vooruit lopen. Het is volgens mij nu eerst aan de informateur waarschijnlijk. Maar uw streven is in ieder geval niet, ondanks het lichte verlies van uw partij, om de oppositie in te gaan de komende 4 jaar? We willen uiteindelijk altijd wat bereiken, maar wel onze standpunten zoals wij die ook in de campagne hebben naar voren gebracht. Een belangrijke rol is weggelegd voor D66. Die partij zal komen.